What is the location? En ik ben hier aangekomen in Blooming. En op de achtergrond Vincent met de directie van Blooming in overleg over de opening. Live action painting tijdens de kunsttiendaagse. En Jeroen van der Wier is hier aan de gang met de muur van Blooming. Een lekker sfeertje hier zo, met die muziek op de achtergrond. En ook Yvonne werkt hard aan de muur van Blooming. Met publiek, lekker weer en heerlijk bezig in Bergen. Nou, ik sta hier dus naast Yvonne. En Yvonne is bezig dus bij Blooming met live action painting. We zijn nu bezig met de ondergrond. Maar dit is eigenlijk de eerste flow die we erop zetten. De finishing touch. En die doen we met spuitbus en met krijt. En zo is de opening van Vincent Bakken zeer geslaagd. Bergen heeft prachtige bossen. En daarom is het ook wel eens leuk om een stukje natuur mee te pakken. En vanaf Blooming loop je dan zo door de bossen van Bergen naar het Hof. En het Hof is een prachtige locatie, midden in de bossen van Bergen. Natuurlijk geschikt voor een bruiloft, maar beter nog voor een chic feest. En vanaf het Hof is het even het brugje over en naar links. En dan kom je aan bij weer zo'n pareltje van Bergen, Sienebergen. En in de tuin van Sienebergen exposeert Wilma Houbé. Dit keer met allemaal dierenbeelden van brons. Maar Wilma zei ook naakt te hebben. En dan fiets ik zo vanaf het beschutte bos de Weidse polder in. Ja, yeah, en dan ben ik hier aangekomen bij Blo 2, Blo 3. In de boerderie. En voor stalkunst moet je natuurlijk de stal in. Maar let op. En in de hoek van de stal staat José Kempen. En José heeft hier een heel speciaal kunstwerk hangen. Hé, hey José? Ja, het is een kunstwerk van glasvezel. Dat verandert van kleur. Die heeft alle blauw en groen tinten in zich.